Die plek waar de school ooit stond is begroeid met gras. En die is kaal braak blijven liggen. Tot nu toe. En dat is echt een scheiding tussen de Nederlandse en de Molukse buurt. Als ik helikopters over hoor komen, dan moet ik daaraan denken. Als ik op die plek sta, dan moet ik er al aan denken. Als ik geconfronteerd word met de gevolgen van wat zij gedaan hebben, dan voel ik toch van, wat hebben jullie in hemelsnaam aangericht? 30, 35 jaar na die tijd lopen er nog zoveel rond die echt door jullie toedoen, ja, totaal los zijn. Weet je, dit verhaal kent alleen maar verliezers. Er zit geen winnaar in. Dus jarenlang is er echt een dikke scheidslijn door het dorp ingegaan. Molukse wijk, Blandawijk. Maar ja, dat is het lege grasveld. Er staan een paar bomen. Het oude gymnastieklokaal staat er nog. Nou, dat is het wel. Maar er ligt geen tegel meer in de grond daar van toen. Al gauw werd die school afgebroken. Van diverse kanten waren de tanks doorheen gereden. Dus er was niet veel van over. Ik ben nog één keer terug geweest in die school. Ik heb mijn bril teruggevonden die ik verloren was. En een vaandel van de school uit 1800 zoveel. Dat hing boven de deur van mijn kamer. En dat lag nog verfrommeld in de hoek. En dat heb ik kunnen redden.